Blokkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Kreebach, eigenlijk Unter Kreebach. Jongens, geloof het of niet, heel veel mensen hebben het waarschijnlijk al meegekregen, maar één van de beste mods is weer uit. En dat is de Follow Me mod. Jawel, de Follow Me mod is uit. Of die ook voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Hubblepub. Is dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat hij weer terug is. Daar ben ik hartstikke blij mee. Want Follow Me is zo'n fijne mod. Dat werd echt een keertje tijd. Dus dat. We gaan hartstikke. We gaan weer lekker aan de gang. Hey, we hebben natuurlijk de vorige keer hebben we natuurlijk behoorlijk wat geld gemaakt. We zitten nu op 55.000 euro. Nou, wat ik eigenlijk een beetje aan zat te denken. Ik heb jullie natuurlijk gevraagd of we de varkensschuur mochten behouden of niet. Dat weet ik niet. Dat heb ik nog niet gezien wat jullie zeiden. Maar anders wil ik best wel een keertje varkens gaan proberen. Maar dan moet ik wel de feedmix hebben. En die schijnt dat die er ook is. Dus die moet ik eventjes opzoeken. Denk ik me nou niet kan. Eigenlijk had ik direct moeten installeren. Maar goed. Maar wat we natuurlijk ook kunnen doen. Als we eerst eens eventjes gaan kijken. Kijk, de schapen. Is 16.000 euro. Dus dat zou 8.000 euro zijn. Deze schapenboerderij. Die zouden dus in principe kunnen kopen. De koeienstal. Ja, kan alle twee. Dat kost 40.000 euro. Zouden we ook nog kunnen doen. En mocht ik de varkensschuur mogen behouden. Dan zitten we op 12.500 euro voor de varkens. Nou, dan is. Ja. Dus ik zit even te denken. Wat is een leuk ding om mee te beginnen? Zijn dat de koeien of zijn dat de schapen? De schapen hebben we natuurlijk al wel gehad. Maar ja, schapen is altijd wel heel makkelijk. En het is ook makkelijk geld verdienen. Alleen daarentegen hebben wij momenteel geen voer voor hun. We kunnen ook maar 25 schapen. Dus in principe is dat nog niet zo heel erg. Maar we zouden er dus voor kunnen kiezen. Want dan kunnen we dus gewoon hier onderdoor. Hier zo. Wiep. En dan komen we zo bij de schapenschuur. Dus ik ga er eventjes over nadenken wat een idee is. Want als ik heel eventjes ga kijken. Ik weet niet of die in de pig food mixer. Of die er al is. Ik zal even op de internet kijken. Ik hoop alleen dat het niet zo heel groot is. De animal feed mixer zie ik hier. Maar deze is volgens mij voor Farming Sim 2019. Dus die moeten we niet hebben. Maar het schijnt dus dat hij er in ieder geval is. Cynthia die had het erover dat hij er is. Alleen als ik dan zo kijk. De Pick Food Production. Mod Preview. Hulp de Pub. Is dat niet een gigantisch groot ding? Ik ga even kijken hoor. Voor jullie. Hij kost 20.000 euro. Wacht, jullie kunnen wel even meekijken trouwens. Hoppakee. Kijk. Hij is er dus wel in principe. Die staat in de mod-up, Farmers in de Twitter. Dus dit zou in principe kunnen. We kunnen hier dus alles inpleuren. Dat kost ook 20.000 euro. En volgens mij valt het op zich ook nog wel mee hoe groot het is. En dat kost 20.000 euro. Dus op zich. Ja. Het zou wel kunnen. Ik ga het onthouden. En anders doen we dat de volgende keer. Dan beginnen we eerst met de schapen. Maar laten we nou eerst eens eventjes gaan beginnen. Want we hebben natuurlijk. Deze map zijn we natuurlijk. Nee, opnieuw begonnen wil ik niet zeggen. Ja, we zijn natuurlijk overgegaan naar Unter Kreebach. En Unter Kreebach wordt wel geüpdate en Kreebach niet. En het schijnt dus zo te zijn dat ook Unter Kreebach ook voor de console is. Dus vandaar dat hij ook Unter Kreebach is. Alleen ik begrijp dat gewoon niet. Waarom doe je dat dan niet gewoon in één keer? Als je dan toch een mod eruit pleurt, doe dat dan in één keer toch? Oh, domme. Volgens mij is die ook leeg. Dus we moeten wel eerst eventjes bijvullen met kunstmest. Hij hoeft niet helemaal vol. Of zit hij wel vol? Nee, hè? Nee. Dat is niet zo erg. We moeten eerst eventjes terug dat ding bijvullen. Daar gaat er wel een beetje van geld af. Maar dat is niet zo erg. Maar ja, we hebben dus nu ook de Follow Me mod. Dus die kunnen we ook gaan gebruiken voor balenpersen, grasmaaien of whatever. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Ik zag hem al in de... in Discord voorbij komen. Mocht je de Discord nog niet zeggen, join jongens, doe dat zeker eventjes. Laten wij 50% doen. Oh, dit is zat. Hij stond al in de Discord. Er staat een linkje in de beschrijving, mocht je lid worden van de Discord. Hoe is wat deed hij hier? Zag je dat? Die was aan het vliegen. Dus wat we nou allereerst eventjes gaan doen, is eerst eventjes het stikstof omhoog gooien. Ik hoop dat dat werkt. En als dat werkt, dan doen we ook direct eventjes de pH-waarde en dan kunnen we ook gaan inzaaien. Tenminste, dat hoop ik dat dat kan.
Wordt het... Ja, de bevestiging vindt plaats. Dus zoals je kunt zien wordt de stikstof nu in één keer behoorlijk verhoogd. Dus dat is mooi. Laten we even goed die draai maken, dat we wel alles meenemen. Zo. Kijk, dan is dit in ieder geval klaar. En dan moeten we alleen nog eventjes een keertje gaan bekalken. Maar dat doen we zo meteen ook, want hier past natuurlijk ook kalk in. Zo, moet je kijken wat een verschil, joh. Van rood naar groen. En er gaat ook best wel wat kunstmest in, hoor. Moet je kijken. Dat ligt ook aan een bodemsoort, hoeveel erin gaat namelijk. Maar dit veld is klaar en dan gaan we eens even kijken, eigenlijk... Welke, wat we nou eigenlijk gaan inzaaien. Want als wij varkens nemen, dan moet natuurlijk ook suikerbieten, koolzaad, zonnebloemen, whatever. En voor de schapen hebben we eigenlijk alleen gras nodig. Of hooi, eigenlijk. En dit veld was eigenlijk al hooi. Of gras, moet ik zeggen. Maar die hebben we natuurlijk toen helemaal omgeploegd. En hebben we de haver in gepleurd voor de paarden. Maar ja, voorlopig doen we eventjes geen paarden. Dus die strippen van het lijstje af. Dus dan is eventjes de vraag, wat gaan we hier in doen? Wat gaan we hier inzaaien? Doen wij varkens of doen wij schapen? Ik wil ze alle twee hebben, maar wat is het handigste om meer te beginnen? Ik denk persoonlijk dat de schapen momenteel iets makkelijker is, ook qua budget. Maar dan kunnen we het veld direct inzaaien met gras. En dan kunnen we dat gaan maaien. Legen, zo. Dan kunnen we direct gaan maaien. Maar als wij varkens doen, dan moeten we ook een andere poorter hebben. Maar die kunnen we eventueel ook huren. En... we hebben iets... Ja, we hebben natuurlijk aardappels slash... zelkebieden nodig. Maakt op zich niet zo heel veel... Oh, ja, is wel kalk. Kalk? Oh, sinds... Oh, dat kon dus altijd al, jongens. Oh, maar dat wist ik niet, dat we hier kalk konden bijvoegen. Oh, nou weten we dat ook weer. Hoeven we ook die kalkdingen niet halen. Ideaal. Nice. Maar ik ben weer met veel te veel dingen... Ik ben weer met veel te veel dingen bezig, jongens. Ik ben weer helemaal hyped. Ik kan weer lekker opnemen. We zijn weer lekker aan het spelen. En dan ga ik weer allemaal rare dingen doen. En dan praat ik te snel en weet ik voor wat. Dus... Rustig, Lars. Rustig. Als wij varkens gaan doen, dan moeten wij kunstmest... Als we varkens gaan doen, moeten we aardappels hebben, zonnebloemen, mais, etcetera, etcetera. Daar moeten we dus een andere poorter voor hebben. Nou, ik heb die poorter, heb ik volgens mij toen... Heb ik die gedownload, maar ik weet niet of ik die nog heb. Dat was op zich was dat wel een geinig apparaatje. Die was niet zo heel groot en volgens mij was het ook niet zo heel duur. Alleen, ik zit gewoon te twijfelen. Ik denk dat het qua financiën momenteel makkelijker is om schapen te doen. En dat we dan later naar varkens gaan kijken. Ja, we gaan zo wel even kijken hoeveel alles gaat kosten en hoe lang het allemaal gaat duren, et cetera, et cetera. Dus dat gaat helemaal goed komen. Nou, eerst moeten even de velden natuurlijk geprepareerd worden voor, tot de volgende zaaiing. De pH-waarde moet goed. De stikstofwaarde moet goed. Nou, en dat is zover ik weet nou allemaal wel redelijk goed. Daar ben ik wel blij mee. Trouwens, ik moet het tuintje moet ik ook nog even bijvullen zometeen. Dat heb ik de vorige keer ben ik dat vergeten. Dus dat doe ik zometeen wel even. Er staat doel bereikt. Dus in principe zou je hier dus niks meer ophoeven. Volgens het apparaat. Dus dat is goed. Maar dit veld natuurlijk wel. En omdat dit ook weer een andere grondsoort is, gaat dat ook nog eens een keertje een stuk harder ook nog. Kijk, ik zie dat wij hier nog een keertje kalk op moeten gooien. De kalk is nog niet goed genoeg. Zie dat? Linksbovenin. Er staat er niet bij het vlaggetje, dus die moeten we wel een keertje bijvullen. Of een keertje opnieuw doen. Dat komt wel goed. Laat ik eerst dit even afmaken, jongens. En dan gaan we zo eerst eens even kijken... Of wij schapen gaan doen, of dat we varkens gaan doen.
Nou, de zaaimachine die is klaar. Hoeveel kost eigenlijk alles, jongens? Ja, de varkens is een beetje lastig, omdat we die natuurlijk de vorige keer hebben verkocht. Dus omdat die video niet online is gekomen, wat jullie zeiden van mochten we die houden of niet. Dan, ja, wordt dat wel een dingetje. Koeien, wat momenteel nog niet wat. We hebben varkens, die kosten 12.500 euro. Maar, omdat we dus eigenlijk dit ding hebben weggehaald, moeten we dus eigenlijk de volle map betalen. Want we hebben, toen we het hebben verkocht, hebben we de helft weer teruggekregen. Dus als wij varkens willen doen, dan moeten we 25.000 euro betalen. Nou, en de schapen, die zitten hier. Er gaan 25 schapen in en die kost maar 8.000 euro. En dat is natuurlijk een stuk goedkoper. Dus ik denk persoonlijk dat het makkelijker is om te beginnen met varkens. Dat betekent dat hier dus ook dingen in moet. Gras. Dus we halen het grasveld weer terug. Daarnaast hebben we natuurlijk ook eventueel nog geld om een ander veld te kopen, zodat we daar een grasveld van maken. Laat het zijn veld 22. Nou, hij is wel een stuk duurder dan normaal, maar het is een grasveld. Dus we zouden het kunnen kopen, maar dan houden we er inderdaad ook nog 10.000 euro over. Dan zouden we dat kunnen maaien en dan zouden we dit dus met iets anders kunnen inzaaien. Dus het is eventjes een dingetje. Even brainstormen is het, want qua financieel gezien is het makkelijker om veld 23 in te zaaien met gras, zodat we dat kunnen maaien voor de schapen. Wat ook kan, is natuurlijk veld 22 kopen, kost 45.000 euro. Maar, dus hebben we wel direct door het geld in, dan kunnen we geen schapen kopen. En als we genoeg geld hebben om veld 22 te kopen, dan kunnen we veld 23 weer opnieuw gaan ploegen, zodat daar weer wat anders kan worden ingezaaid, zodat dit ons vaste grasveld wordt. Dus dat is eventjes een dingetje. Ik denk dat het makkelijkste is om veld 23 nu in te zaaien met gras. Als dat kan. Zal wel niet. Populieren gras kan nog. Dus laten we maar gewoon gaan planten. Want het is oktober natuurlijk. Want ik denk dat we nu wel eventjes seizoensgroei aandoen. Vanwege het anders zo lang duurt voordat het zootje klaar is. Voordat we het kunnen oogsten of whatever. Dus we laten het maar mooi aan. Dus we beginnen met het... met het grasveld. Dan gaan we hier eens eventjes mooi gras in zaaien. En dan kan het gaan groeien. En dan kunnen we het... hopelijk van het voorjaar kunnen we dat gaan maaien. We moeten natuurlijk wel... voer hebben. Voor de schapen. Nou, we kunnen natuurlijk balen kopen. Ik denk dat we dat ook gaan doen. Want dan hebben ze in ieder geval een klein beetje eten. We kunnen ze in ieder geval wat wol produceren. Als het moet. Dat lijkt mij wat makkelijker. Waarom wordt dat niet gezaaid? Nou, we moeten straks maar even terugkomen. Dus we beginnen eerst dit veld met gras in zaaien. En dan het veld voor ons. Ja, moeten we dan eerst maar eventjes kijken waar we het meeste geld mee kunnen verdienen. Zodat wij ons kunnen focussen op het kopen van varkens. Want de varkensschuur moet gekocht worden voor 25.000 euro. De varkens zelf moeten gekocht worden. Nou, ik weet niet hoe duur die ongeveer zijn. En de pickfood mixer, die moet natuurlijk ook nog gaan kopen. En die is 20.000 euro. Dus, als we ruim over de 50.000 euro zitten de volgende keer, dan kunnen we beginnen aan varkens. Ik denk dat dat wel een leuk idee is. Dan focussen we ons nu op schapen. En zodra de tijd er is, gaan we beginnen met varkens. Ik denk dat dat misschien wel leuk is. Alleen, dan moet natuurlijk nog een extra veld hebben voor die varkens. Dus misschien dat we dan eerst even een extra veld moeten kopen. Zodat wij op die manier natuurlijk meerdere velden kunnen inzaaien met de benodigde materialen wat de varkens natuurlijk eten. Want die varkens die eten alles wat je maar in je boerderij kan vinden. Mais, suikerbieten, koolzaad, proteïne, whatever. Dus ik denk dat dat momenteel het makkelijkste is. En dan kunnen we ook direct wachten, of kan ik direct wachten op de reactie van jullie over de varkensschuur. Of we die mogen houden of dat we die weer wegdoen. Als we hem wegdoen, ja, dat hoeft eigenlijk niet als jullie dat zeggen. Maar dan betalen we gewoon de volle map, 25.000 euro. Ook al staat hij er, maar als we hem willen gebruiken, moeten we 25.000 euro betalen. Dus
Moet maar eens eventjes kijken. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Laten we eerst even dit veld gaan inzaaien met gras. En als dat klaar is, dan gaan we eens eventjes verder kijken. Want ik denk dat er dan wel genoeg te doen is. Natuurlijk voor de schapen. Nou, dat is het grasveld in ieder geval ingezaaid. Maar wat kunnen we nu nog inzaaien? Want groene zaaien, ja, tarwe of gerst. Alleen vandaag nog, want we hebben natuurlijk wel eten nodig voor de kippen. Dus misschien dat we dat maar gaan doen. Doe wel eventjes met behulp van koers bij, want dan kunnen wij in de tussentijd zorgen voor de schapen. Koersplay. Yes. Klus. Nee. Nee. Klus maken. Mod follow me. Nee, dat moet ik niet hebben. Koersplay veldwerk. Doelpositie is hier. Bevindt zich niet op het veld. Veldpositie. Aantal wendakkers. Doe maar 2. Dat zou wel goed zijn, toch? Baan genereren. Zou niet lang duren. Maar ik ben benieuwd. Dus dan zaait die tarwe in. Doet hij het nou? Nee, waarom doet hij het niet? Klus starten. Doelwit is niet bereikbaar, want... Hij werkt toch gewoon? Was toch shift H was dat toch? Geen veld gevonden. Shift H. Is dit nou koersplay? Ik hoop het. Ik hoop dat dit nou koersplay is. Wat gaat hij doen? Stop maar even. Wat is die man in godsnaam aan het doen? Nou, we kunnen het... Weet je, ik doe het zelf wel even, joh. Het is een hartstikke klein veld. Ik zaai het zelf wel even in, joh. Ik ben ook veel te leuk, man. Ja, veel te leuk. Zo. Ik zaai dit even met tarwe, jongens. En dan gaan we zo meteen met de schapen bezig. Alright, nou, de tuin is weer bijgevuld met water. Dan moeten we alleen nog eventjes het zooitje aanzetten met sla. Open air garden, grote broeikas. Die moet trouwens ook weg. We hebben een farm food mixer en we hebben al een pig food mixer. Oh, dat zit al standaard op de mapje, ho is. Maar die grote broeikas die mag eigenlijk in principe wel weg. Want dat kost natuurlijk ook een beeld geld. Dus die verkopen we zo meteen eventjes. Maar, ja, we kunnen zaden plus kunstmest. Krijg je er eigenlijk nog meer uit? 64. Van 2 water krijg je 1. En van dit soortje krijg je 64 sla. Dus ik denk wel, als je dit allemaal bijvult. Dus je doet en zaad en kunstmest erin. Dat je wel meer sla krijgt. Dat is misschien wel een idee, maar dat doen we de volgende keer. Hè. Dus laten wij die activeren met sla. En het sla moet inderdaad opslaan, dus dat kan groeien. Daarentegen moeten wij wel, volgens mij was dat ding hier ergens, even die grote broeikas weghalen. Waar was dat ding ook alweer? Was ergens in een hoekje. Nee, dit is het pontje. Ik moet even nadenken hoor. Waar staat die broeikas ook alweer? Waar staat hier? Nee, dit is de... Wat is dit voor ding, hè? Oh, dit is de houtzagerij. Waar even? Dit is de houtzagerij, joh. Waar is die broeikas, jongens? Die moet hier toch ook ergens zijn? Ja, hier. Kijk. Slopen. 5000 euro. Remove money, 5000 euro. Anders is het niet helemaal eerlijk, hè? Zo, dan hebben we die in ieder geval kwijt. Dit gaat zijn gangetje. Ja, dus wat we nog gaan... Heb ik dat ding eigenlijk al gekocht? Nee, zeker. Hoeveel kost dat ding? 3500 euro. Dan hebben we er niet eentje van.
Dus laten we die heel eventjes kopen. Kopen. Oh, ik had eigenlijk dat helemaal niet hoeven doen. Nou, maakt het niet uit. 3500 euro moeten we er eventjes bij doen. Oh, godsamme. Ik weet niet meer. Wat ben ik nog allemaal aan het doen? Nou ja, we moeten in ieder geval 3500. Want volgens mij. Wat mij 3 is niet helemaal goed meer. 3500. Ik weet niet of het ongeveer klopt. Volgens mij hadden we 2000 euro meer. Maar dat is niet zo erg. Of 2000 euro minder. Ik weet het niet meer. Maar we hebben in ieder geval het karretje. Dus laten we met de buren direct eventjes die balen ophalen. Hoeveel balen is handig? Hoeveel balen is handig? Ik weet het niet, eigenlijk. Maar het begint namelijk donker te worden. We moeten het ding trouwens ook aanpassen, zie ik. Dus we moeten sowieso eerst terug naar, naar de dinges toe. Hoppakee. Maar dan koop eventjes een aantal balen, een stuk of twee. Want we kunnen in principe natuurlijk volblaffen met de beesten zelf, maar dat doen we niet. We kijken wel even. Maar hebben ze eigenlijk geen water nodig? Hebben ze al water gekregen dan? Ja, het zal wel. Ik weet het niet. Zo. En hier is de winkel. Gaat u voor? Oh. Nee, u heeft voorrang, meneer Audi. U heeft voorrang, dankjewel. Meneer Skoda, wat is het? Zo. Hoppakee. Nou, doe ik nog één keertje resetten. En dan gaan we eens even kijken. Hoeveel kost de baal ook weer? Want die kost ook nogal wat. De ronde balen zijn goedkoper. 980 euro, mijn god. Hoeveel liter is dat, hè? Daar staat het niet bij. Is twee balen genoeg? Pas wel, anders komen we wel even bij. Hoeveel liter is dat? Die balen. Nou, we kunnen straks zelf natuurlijk de zooi doen. Trouwens, we moeten het ding eerst even aanpassen. Ik weet niet hoeveel liter het is. Dat zien we zo als we ze oppakken. Zo. Ik wil die graag configureren en dan wil ik er een balenwagen van maken. Dank u zeer. Het Lutje Tienes wagentje. Ja hoor. Dat is niet zo erg. Dat kunnen we goed gebruiken. Oké. 4500 liter. Dat is voorlopig voldoende. Dus op, er zitten ze op 9000 liter. Ik ga ervan uit dat dat voldoende is voorlopig toch. Doordat wij zelf kunnen, kunnen maaien. Zo. Nou, dit nemen we mee naar huis. Geen volk. Trek we rechtsaf. Zo. Hoppakee. Hier moet ik ook naar rechts. Yes. Nice. Hup, en dan hier naar links. Hoppakee. Dan moeten we namelijk onder het poortje door. Anders komen we er niet bij. Oeh, dat is wel direct afslaan. Daar moet ik wel rekening mee houden. Zo. Nou, laten we eerst eens eventjes de boel inspecteren. Hier kopen we de dieren. Water hebben ze inderdaad al, dus dat is goed. Dan kunnen ze hier naar buiten, hebben ze een mooi dingetje. Nou, eerst moeten we de 8000 euro vanaf halen. Want dat is de helft van de schuur. Dus we hebben nu de schapenschuur hebben we nu in ons bezit. En dan moeten we alleen nog even je schapen kopen. Maar. Laten we zwart-witte schapen doen. Die zijn 8 maanden. Laten wij met 5 beginnen. Tien. Laten we met 10 schapen beginnen.
Die zijn allemaal wat ouder. En als ze dus ook wat ouder zijn, dan gaan ze ook reproduceren. Dus we gaan dus nou eerst eventjes eten. Kijk eens, eten. Wat is er nou in? Ja. Was. Ik denk dat één bal genoeg was. Nou ja, maakt niet uit. Dat hebben ze voorlopig in ieder geval even voldoende. Ja, dan redden we even. Redden we even door. Zo. En als ze honger hebben, dan kunnen ze altijd van deze balen knagen. Nou, dan kunnen ze in ieder geval voorlopig de boel. De boel draaien houden. Oh, ik draaide iets te snel. Dag schaapjes. Welkom op de boerderij. Ach, we hebben schaapjes. Wat lief. En dan hier weer doorheen. Zo. Oké, okay, en dan zetten we deze mooi hier neer. Dan gaan we nu eerst even slapen, want dan wordt het november. Dan gaan we eens even kijken wat we dan kunnen doen. Hoppakee. Slaven, ja, bitte. Zo. Ik ben benieuwd hoeveel. Gaat er nog 6.000 euro vanaf, hè? Ja. 23.75. Eigenlijk zouden we dus nou iets minder moeten zijn. Nee, is dit nieuw? Gaat dit nou zo? Als ze vol zijn, gaan ze automatisch daarheen? Is dat ook een klein updateje van deze map? Ja, het zou kunnen. Het is nog wel heel erg donker trouwens, maar goed, dat maakt niet uit. Dat gaat ook lekker zijn gangen hier. Laten we heel even een beetje de tijd doorspoelen, dat we in ieder geval even wat beter kunnen zien. Bij die scheidregen. Het hele zootje kleurt allemaal herfst. Zo, laat zat. 10 uur. Het gras. Ja, dat zit in principe, dat moet gewalst worden. Dat klopt, maar we hebben momenteel geen wals. En het tarwe gaat ook mooi. Want nu gaat het dus, als het goed is, gaat het nu ook een stuk sneller groeien. Hoop ik. Dan dat wij seizoensgroei aan hebben. Maar. Waar is die pickfood mixer? Is dat deze? De pickfood mixer. Hoe duur is dit? Kunnen wij dit... Daar staat er niet bij, zeker. De strength. Dan moeten we vanaf hier kijken, denk ik. Veevoer. We moeten hier kaf, aardappels en suikerbieten inpleuren. Dus we hebben echt alle twee nodig. Goddomme, dan moeten we ook nog gaan hangen, ook nog. En dan krijgen we varkensvoer. Nou, dat vind ik ook prima. Veevoer hebben we ook. Keulvoer, hooi, mineraalvoer, stro. Deze die staat momenteel gangs. Aardappels en suikerbieten. Ik zit even te denken, hè. Ik weet dat daar een mod voor is. Ik weet niet of ik die toevallig al heb. Ik weet dat daar een mod voor is dat je die zooi kan kopen. Dat kost een bult geld. Maar het kan wel. Laat ik er eventjes kijken, jongens. Misschien dat we daar... Want de koeienstal die kostte 12.500. De schapen, schuur bedoel ik. Dus daar zouden we eventueel al eventueel mee bezig kunnen gaan. Als we dat willen. We hebben ook nog de maaien niet, zie ik. Of wel? Ook een maaien hadden we ook alweer. Voor mij hadden we de grootste maaien. Maar dat hoeft niet per se. Dus laten wij die ook even kopen zometeen. Dan gaan we even kijken of we van die pallets kunnen kopen, jongens. Want dan kunnen we dit ding alvast bijvullen. Kaf, aardappel, suikerbieten. En ik weet... Of pallets. Bakken. Ik weet het. Ik dacht dat ik die een keertje voorbij zag komen. Dus ik zie jullie zometeen. En kijk of ik dat kan vinden. Zo, daar zijn we weer. Ik heb twee dingen heb ik gedownload. We hebben namelijk, als het goed is... Ja, ja, als het goed is. We hebben namelijk pallets. Nou, hartstikke leuk pallets. Maar we kunnen dus kaf kopen. 5000 liter kaf voor 1000 euro. Dit zijn de standaardprijzen, heb ik niet aangepast. Barley, canola, koolza dus, diesel, uitlaatvloeistof. Ja, het is wel de goede. Ja, Defpack, diesel, uitlaatvloeistof. Want
In het Engels is het diesel exhaust fluid. Ja, diesel uitlaatvloeistof, oftewel AirBlue. Maar we hebben dus maize pellets, oat pellets, potato pellets, sunflower pellets, wheat pellets, silage pellets, straw pellets, sugar beet pellets. Dit kunnen we dus in principe allemaal kopen. Wat we ook nog kunnen doen is voor 1000 euro alvast wat zooi kopen. Maar ik denk dat dat te makkelijk is. Persoonlijk. Dus misschien is het wel handig om eerst de varkensschuur te kopen. Die is 12.500 euro. Dus die moeten we eerst even afhalen. Nou zijn die knoppen denk ik weer veranderd, terwijl ze het net gewoon deden. Oh, daar word je toch ook niet goed van, jongens. Ik kreeg daar een kind van, echt waar. Nee. Moet ik die ook weer aanpassen? Met Follow Me. Maar dat slaat die allemaal niet op. Vreselijk. Toetsenbord. En dan moet ik even kijken hoor. Super Strength. Besturing opslaan. Kijk, dan moeten we dus allereerst. Oh, dan doet hij het nog. Die krijgt toch de Rambam. Zo. Remove money 12.500 euro. Hartse flats. Dus hebben wij, op die manier hebben wij de varkensstal gekocht. Of nee? Foei. Foei, Lars. Foei. Nog een keer 12.500 euro. Nu klopt het. Nu klopt het. Omdat wij natuurlijk die schuur hebben verkocht de vorige keer. Betalen we gewoon een volle map. Dus 12.500 plus 12.500 is 25.000 euro. Dus dat klopt. We hebben deze nu ook in bezit. Daar krijgen we ook mest van. Maar wat we dus nou zouden kunnen doen, is laat ik eerst even die doen. Want we hadden namelijk kaf nodig, suikerbieten en aardappels. Ik kan deze ook kopen. Maar misschien is het leuk om het zelf te maken. Dus wat ik graag wil kopen is hier één van. Sugarbeet één van. 2, 4, 6, 6.000 euro. Ja, laten we van alles twee kopen. Ze zijn wel direct door het geld heen, maar dat is niet zo erg. Potato. Ook twee van. Potato. En dan moeten we kaf. Vraag me niet hoe, maar je kan kaf kopen in zakken, blijkbaar. Kijk. Dan gaan we dus nu met de buren naar de winkel toe. Om die pellets op te halen. En dan gaan we de machine aan het werk zetten. En dan kijken of we wat varkens kunnen kopen. Dan hebben we direct alle diertjes. Dus dat is wel leuk. Maar misschien is het handige. Alhoewel het op zich maakt niet zo heel veel uit. Dat voer zelf kan kopen is misschien leuker dat ik die eruit haal. Zeg maar, dan hebben we gewoon een pallet met varkensvoer kunnen kopen. En ik vind het leuker om ze zelf te maken. Dus laten we ze zelf maar halen. Even wachten op die bus. Ja. Zo. Hier naar rechts. Als het goed is staan hier alle pallets klaar. Yes, it does. Moeten we ze even opladen? Ik hoop dat dat allemaal gaat passen. Want alles gaat in één keer die machine in. Zo. Nou, dit wordt nog heel spannend. Dat wordt nog wel heel hoog. Ach, dat arme trillertje, jongens. Die krijgen we toch te verduren met die bandjes. Mijn god zeg. Oh, wat erg. Speciaal transport is dit. Ja, dat was te verwachten. Dat was te verwachten. Verdorie. Waarom zet ik dat ook niet vast? Wacht even. Eerst even dat vastzetten, want dat gaat niet goed zo. Hoe is waarom een klitsje doorheen? Kijk. En dan kunnen we die. We hebben geen zwaailamp erop. Oh, dit gaat toch ook nooit goed. Ik denk dat hij te zwaar beladen is.
ja, ja, ja. Het bandje zit namelijk in de grond, zie je dat? Oh. Kunnen wij dit heel heus naar de boerderij vervoeren? Want dit is echt moorkertje zwaar, hè? Oh god. Nou. Ja, anders moeten we nog een keertje rijden. Maar ik hoop dat we alles in één keer mee kunnen nemen. Dat klopt ook niet helemaal, hoor. Kijk, ik snap dat het zwaar is, maar dat bandje zit helemaal kats in de grond. Dus waardoor hij dus, ja, dit soort tafereel uithaalt. speciaal transport. Ik heb geen zwaarlamp. Dus ik blijf maar gewoon gas geven. En dan zie ik jullie straks wel bij de dinges, als dat wil. Nou goed, we zijn er bijna. Ik heb even de lading in twee stukken gedaan, want het schiet niet op zo. Want één zo'n pallet is 3,6 ton. Dat is nogal flink zwaar, zeg maar. Dus, maar ja, de andere drie pallets die liggen er al en ook deze drie nog. Misschien dat het ook wat te veel is hoor. 10.000 liter van allemaal, maar daar hebben we voorlopig even voldoende. En ja. Maar ja, we kunnen het natuurlijk ook zelf verbouwen later, hè? Want dit kost natuurlijk allemaal geld. En ja, het verbouwen natuurlijk ook, want je moet al die machines hebben. Dan is dit in principe een goedkope oplossing. Maar we moeten ook weer niet te makkelijk maken natuurlijk, hè. Maar dit is puur eventjes om te starten. Dat we in ieder geval die varkens mooi kunnen gaan verkopen. Want dan moeten we ook een veetrail hebben. Ik gebruik eigenlijk never nooit een veetrail. Maar qua geld is dat toch wel heel erg handig, hoor. Om een veetriller te hebben, dat scheelt je gewoon transportkosten. Dus ja, dat gaat wel goed komen. We moeten alleen even kijken of we het kopen. Het is nog een klein stukje, de andere drie pallets liggen al. Dus ik ga nog heel eventjes door en dan gaan we dat ding gaan we aanzetten. En dan gaan we maar eens even kijken of die werkt of niet. Zo, eens even kijken. Want als het goed is, zou dit gewoon hierin kunnen, toch? Straks werkt het niet eens. Die pallets. We hebben alles voor niks gekocht. Moet ik die dan aanzetten of zo? Want daar kun je toch de boel neergooien, toch? Veevoer. Activeren. Moeten we die uitpakken of zo? Nee, dit kun je niet uitpakken. Oh! Moet het hierheen? Nee. Oké, het gaat op deze manier gaat het erin. Het zal wel. Gelukkig werkt het. Dus laten we eerst deze erbij even ingooien. Eigenlijk is het mooier geweest als de zuigebieden et cetera gewoon in een kist zaten en niet van die achterlijke zakken. Dat was persoonlijk mooier geweest. Maar goed, het zij zo. We hebben in ieder geval voorlopig eventjes voldoende. Moet even kijken of 5000 liter voldoende is. En dan gaan we even kijken wat hij aan het doen is. En kijken of, we dan een, of dat goed gaat. Het is natuurlijk wel hartstikke mooi dat we al standaard zo'n pickfoot niks zetten. Scheelt me weer een mod installeren. Zo. Nou, en dan gaat er nog kaf in. Wat is dit? Wat is dit eigenlijk voor zooi? Oh nee, dit is potato. Potato. Als het goed is, zijn er toch alle benodigde materialen zijn er toch, of niet? Waarom gaat dat zo snel? Oké, maar het werkt dus wel. We krijgen dus wel gewoon veevoer. Het kost 48 euro per maand. Om het bij elkaar te krijgen. En dan kunnen we dit aan de varkens geven. Maar hoeveel kost de varkens? Hallo, varkentjes. Waar kan ik die varkens eigenlijk kopen? Hier zeker. Hoeveel kost het? Als we er hier 5 van doen. 28,57. Dat kunnen we net
Net voor Olof. Ah, varkentjes. Hi. Dan moeten we even, ga ik even dat ding nog even bijvullen, jongens. En dan pak ik de triller erbij en even kijken of we ze wat voer kunnen geven. En dan zit de video erop voor vandaag. Nou, en als laatste voor vandaag maken we de varkentjes nog even blij. We hebben nog 702 euro. We hebben dus nu in principe eigenlijk alle dieren al die we wouden hebben. Misschien dat het wel een klein beetje te snel is. Maar het is wel leuk. En... ja, we hebben geluk dat het allemaal niet zo duur is. We hebben namelijk in de livestream afgesproken dat de helft, omdat ze er al staan, dat we de helft betalen. Maar... nou is het een kwestie dat wij gaan investeren in velden. Dat is heel belangrijk. Ja, de tarwe hebben we voor de kippen, dus dat gaat goed. Ja, de varkens, dat wordt wel eventjes een dingetje. Maar daarentegen krijgen wij natuurlijk ook drijfmest van die beesten. Ze moeten ook stro hebben. Nou, dat hebben we momenteel niet. Dus dat, gaat, dat komt wel goed. De pikvoermixer heeft nu 3500 liter aan varkensvoer. Ik hoop dat dat genoeg is. Als dit allemaal is verwerkt. Laten we eventjes de tijd een beetje doorspoelen. Totdat hij alles heeft verwerkt. En dan gaan we hem bijvullen en dan gaan we eens even kijken wat hij doet. Nou, laten we dan toch maar op 10.000 liter houden. En ik ben benieuwd hoe dat dan hier, want ik denk dat het hier nou toch ook zo zit of niet. Aardappels, varkensvoer wil ik hebben. 10.000 liter varkensvoer, hebben ze die tekstje nog veranderd? Nee, niet echt. Ik hoop dat dit voldoende is. Dat ze in ieder geval voorlopig even genoeg hebben, want wanneer moet ik die varkens eigenlijk verkopen, jongens? Nou, hoeveel maanden moeten we ze gaan verkopen? Staat het er eigenlijk bij? Fine work, info panel, courseplay, kaart, voer en afval, dieren, typen. Mais, tarwe, gerstkorst, zonnebloemen, zooi, blablabla. Als je goed voor je varkens hoort, planten ze zich voort. Je kunt ze verkopen voor winst. Wanneer moet ik die varkens gaan verkopen, jongens? Ach, we hebben varkens, wat lief. Wanneer moeten wij de varkens verkopen? Met hoeveel manen, jongens? Laat het eventjes weten in de reacties. We hebben nu varkens, we hebben nu schapen. Dat gaat helemaal goed komen. We moeten alleen gaan maaien en we moeten ervoor zorgen dat wij genoeg zooi hebben. Genoeg eten. Dat is het belangrijkste. Jongens, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Kreebach. Mochten jullie dit natuurlijk een leuke video bevonden, mag je dat belonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer met een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken, bedankt voor de support. En tot de volgende keer. Kalm!